Over een zo compleet mogelijke voorbereiding, gezien de omstandigheden natuurlijk, tactisch, fysiek, mentaal. We zijn er klaar voor de start van de competitie. Opgehaald door Nou, Eris kan voorzetten. Bal schiet door. En dan Amat en de goede save van Keet. Minuut 10, Amat aannemen. Mbalo. Mbalo kijkt de ruimte op links, maar trapt zelf. Mbalo niet onaardig. En Keet. Mercier. Soa afgeblokt. En dan de voetreflex van de Wolf op die poging van Duplus. Schouterden met het overzicht. De voorzet is goed. En drie. Goals. Ah, een gevaarlijke bal was dat. Ja, keept een sterke wedstrijd. Darren Keet hier klaar liggen door een drie. En dan de trap van Coles met rek. Niet ongevaarlijk daar hoor. Dat zou bijzonder jammer zijn voor Oud-Heverlee Leuven. Kijken naar Mbalo. Met op rechts Moussona, op links is er ook Nou, die haalt uit. Peters, knap, en drie. Geeft opnieuw mee aan Peters. In de tweede zone is daar Eris met de knal. Hubert in de weg, nog eens proberen Eris. Maar zijn bal scheert over het doel van Darren Keet. Moussona, en drie vertrekt op rechts. En drie in de 16. En drie de overstap en dan de trap. Maar over. Mercier. Goed gelopen van Cotis. Cotis met de kans in de goal. Cotis met een ingestudeerd nummer. Stak helemaal het veld in de breedte over. Eerste goal voor Oud-Heverlee Leuven in het nieuwe seizoen is een feit. Hier Cotis, prima in de verre hoek. Hier uitstekend gelopen en kijk. Duidelijk afgesproken natuurlijk. In de rug van een panda of zes. En binnen Sona. Schouterden. En dan een gooi. Legt goed voor. En dan gaat hij erin. En dan is het toch Nou die gelijk stelt. Aan de basis Schouterden. Goed van een gooi. En dan ook nog goed voorgetrokken. En dan is het Nou die goed volgt. Cotis krijgt de bal niet weg. Nou volgt goed en legt binnen. Keet op het verkeerde been. Ja, communicatiefout daar toch tussen Keet en Nou. Hij volgde goed en legde prima binnen. En de wissel van Benyat levert meteen op. Deze een gooi. Maakt meteen een verschil. Schouterden. Een gooi, kijk eens, knap weggedraaid van Cotis. Een gooi voor de 1-2 in de korte hoek. Maar daar is ook Keet en dan bijna Nou met zijn tweede. Ja, een gooi. Hier goed weggedraaid van Cotis. En dan probeert hij tussen de benen van Keet er 1-2 van te maken. Afvallende bal. Onder meer dankzij de sterke invalbeurt van Julien Goy. Peters. Wow, mooi. Bijzonder mooi wat een drie daar deed. Peters weet dat het naar voren moet. Maar daar kan hij Keet niet mee in de problemen brengen. En dus blijft het 1-1 deze wedstrijd.